SWM-directeur Clifton Linga heeft de gemeenschap van Peking Saron verzekerd dat er wordt gewerkt aan het 1x24 uur leveren van drinkwater. Linga sprak vandaag bij de ingebruikname van een waterzuiveringsstation in het inheemse dorp. De installatie maakt het mogelijk dat de lokale bevolking wordt voorzien van schoon drinkwater. De ontwikkeling in het gebied is nu zichtbaar, zegt de SWM-directeur. Echter moet de samenleving er rekening mee houden dat het water niet verspild mag worden. Nou, we zijn begonnen eigenlijk met gesprekken vanaf 2011. 2011 hebben we gesproken met de mensen, toen had je een ander kapitein. En we hadden nog geen vaste locatie waar we die bronnen zouden boren, want toen was het onder beheer van een dienst watervoorziening. En zij deden het met een bron daar. Die bron is nu ook in bedrijf. En die mensen kregen water vandaar. We hebben vanaf 2021 bronnen bijgeboord. En natuurlijk met ondersteuning vanuit het ministerie, vanuit het kabinet van de president, hebben we dit kunnen realiseren. Linga stelt dat gezond drinkwater daadwerkelijk voor een ieder toegankelijk moet zijn en deed een beroep op de vicepresident om de nodige middelen vrij te maken zodat de SWM zijn werk beter kan doen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen geeft aan dat er een moment komt waarbij de samenleving een bijdrage zal moeten leveren aan de watervoorziening. Het is ook een abjatide. Het ministerie van de SWM is ook toe bezig taptrapressie. If at the Stoelmans Island, if at the Guyaba, if at the Kwamala Samutu, drie tabbetje als je door op elkaar komt. Maar vandaag zijn we hier. Eerder hebben we gerealiseerd, ik noem maar een paar, want nou een heleboel Udukba. We hebben gedaan Kasipora, Donderskamp, Alfonsdorp, Mungotapu en omgeving Karkong. We zijn niet stil. We weten dat die achterstand er is en we doen ons best. Ja, we doen tenangape umang, misaptaki en Yusref Sabi. Tak akondre op een financiële uitdaging, we kunnen niet alles in één keer doen. Maar te abegroeting fulanti, ik kon tekort, te wandoro etap giyu. En daarom ben je minister, na im luku funak tap tradoro ook toe. Abiyamofo zegt dat er hard wordt gewerkt aan het aansluiten van andere dorpen op het waterleidingnet. Waarnemend president Ronnie Brunswijk geeft aan dat het volk van Peking Saron te lang heeft gewacht op dit moment. We komen in ons nieuwsbulletin van morgen terug op de installatie van het waterzuiveringssysteem in Peking Saron.